Dit is groep 8 van de Regenboog in Zwolle. De klas gaat op musicalkamp om hun eindmusical in te studeren en krijgt daarbij hulp van professionals uit het musicalvak. Dit is de eindmusical. Groep 8 van de Regenboog gaat morgen op musicalkamp en iedereen heeft er super veel zin in. Vlogger Noah praat haar volgers nog even bij. Hoi lieve volgers, het is bijna zover. Morgen gaan we op kamp. We gaan een musical maken met echte musical professionals. Ik heb er zoveel zin in dat ik vannacht denk ik echt niet kan slapen. En dat is niet zo handig, want we gaan daar denk ik ook heel weinig slapen. Gelukkig duurt het nog even voordat de rollen verdeeld worden. En ik beloof dat ik elke dag een filmpje voor jullie zal maken. Kom, het ging goed toch? Ja. Dit zijn de scripts waar we de komende week uit gaan werken. Lees ze allemaal goed door, ja? Ivy. Mag ik mijn telefoon al terug? Nee, de les is nog niet voorbij. Maar wel bijna. Vooruit. Maar dit was wel de laatste keer dat ik je waarschuw, hè? Als ik je nog een keer op je telefoon zie in de les, ben je hem de hele dag kwijt, oké? En de les is nog niet voorbij. Goed. Morgen is het zover. Ik denk dat ze er allemaal zin in hebben, toch? Ja. Maar voordat we vertrekken, wil ik nog een paar dingen met jullie doorspreken. Duke. Ja? Ik heb met de locatiebeheerder gesproken en je hebt geluk. Er is nog voldoende plek, dus je kan gewoon mee. Yes. Je hebt wel geluk. Net 1 week op school en meteen een musicalkamp. Ik ben altijd een mazzelaar geweest. Ik heb 4 jaar in Singapore gewoond, maar nu werkt mijn vader hier. Dus zijn we weer terug. Niet dat ik het heel erg vind om weer terug in Nederland te zijn, maar... dan moet ik wel weer groep 8 overdoen. Goed. Behalve dat we natuurlijk heel veel plezier gaan maken, wil ik ook met jullie afspreken dat we heel hard gaan werken. Want het valt echt niet mee om in een krappe weektijd een musical in elkaar te zetten. Ja? Dus dat betekent dat we op tijd opstaan om te gaan repeteren. Maar ook dat we op tijd gaan slapen. Nee. Nou. Ja, jongens. Het is niet anders. Zorg dat je voldoende kleren meeneemt voor de hele week. Ja? Oh, en vergeet je outfit voor de bonte avond niet, hè? Oh, en neem ook makkelijk zittende kleding mee, want we gaan heel veel dansen. Nou, komt goed uit. Ik heb geen nette kleren. Nou, volgens mij was dat wel zo'n beetje. Zorg dat je op tijd gaat slapen vanavond en wees op tijd voor de bus, want de bus wacht niet, oké? En nog één ding, jongens, nog één ding. De ouderbijdrage. Als die nog niet betaald is, vraag dan even aan je ouders of ze dat vandaag nog doen, oké? Ja. Oké. Mijn moeder heeft de ouderbijdrage nog niet betaald. Maar dat heeft een reden. Ik heb er zoveel zin in. Ik denk dat ik niet kan slapen vannacht. Ik ook niet. Ik ga Elias wel echt heel erg missen. Een week is echt lang. Je kunt hem toch gewoon facetimen? Heb je nou eindelijk een foto van hem? Ik heb wel foto's van Elias. Ik heb er zelfs heel veel. Maar die ga ik echt niet aan mijn vriendinnen laten zien. Elias is namelijk ietsjes ouder dan ik. En ik ben bang dat ze het dan gek gaan vinden. Lars maakt zich zorgen. Ja, hier. Zijn moeder heeft de ouderbijdrage niet betaald. En nu kan hij niet mee op musicalkamp. Hey, hoeveel broeken nemen jullie eigenlijk mee? Geen idee, dat is wel een goeie eigenlijk. In Singapore hadden we schooluniforms. Oh, dat lijkt me echt helemaal niks. Nou, dat is best handig hoor. Want we gingen met school naar Dubai. Naar Dubai? Wauw. Ja, en dan hoef je alleen maar wat uniforms in te pakken en je zwembroeken. Misschien zijn een paar onderbroeken ook wel handig. Ik zie jullie morgen, hè? Hey, tot morgen. Gaat-ie? Ja, natuurlijk. Je hoeft tegen mij niet te doen alsof, hoor. Heeft je moeder die ouderbijdrage al betaald? Nee, ze kan het echt niet betalen. Ik heb het er nog niet eens durven te vragen. Ik ga waarschijnlijk niet mee, Jairo. Maar het is toch vet om eerlijk als je niet mee kan alleen omdat je moeder geen geld heeft. Kan je niet met de meester praten? Zal ik meegaan? Kom. Wat gaat hij doen dan? Het zelf betalen? Dat doet hij niet, hoor. Dat weet je pas als je het vraagt. Ja, ik vraag het wel. Ik moest toch een keer gaan zeggen dat ik het geld niet heb. Dat ik dus niet mee kan. Er kan vast voor iets geregeld worden, toch? Kun je gewoon lekker mee. Ik hoop het. Succes. Hey, Lars. Hoi, meester. Hey, u had het over de ouderbijdrage? Ja. Ja, en die heeft mijn moeder dus nog niet betaald.
Dus daarom denk ik dat ik niet mee kan op kamp. Oké, ga even zitten als je wil. Ja. Kan je moeder de ouderbijdrage niet betalen, heeft ze dat gezegd? Nou ja, 200 euro is gewoon veel te veel voor mijn moeder. Dat weet ik zeker. Ja, 200 euro is ook veel geld. Ik ga wel even met je moeder bellen. Misschien vinden we wel een oplossing. Nee, dat hoeft echt niet. Nee, het is oké. Zingen en dansen, dat is niet echt mijn ding. Dat heb je met je moeder overlegd? Ik wil toch gewoon niet dat ze nog meer zorgen heeft. Snap je? Ja, dat snap ik. Maar er is een potje voor dit soort situaties en misschien kan ik daar iets regelen. Nee, dat hoeft echt niet hoor. Het is echt oké. Okay. Dit is een unieke kans, Lars. Als we gaan, dan gaan we met z'n allen, hè? En anders zit je de volgende week de hele week in groep 7. En dat wil je echt niet. We're living in the moment. En we staan voor alles open. We pakken iedere kans en doen wat er kan en zien hoe ver we komen. Dat klinkt echt al supergoed. Ik denk echt dat ik heel de tekst uit mijn hoofd ken. Ik niet hoor. Die musical is echt hartstikke lang. Wat denken jullie? Moet je het per rol leren? Eerst de hoofdrol of zo? Meer hoef jou ook niet te leren. Denk je? Jij krijgt echt wel een hoofdrol. Ik kan niet wachten tot we gaan. Ik vind musicals heel leuk hoor. Maar ik krijg al heimwee als ik een nachtje bij mijn oma blijf slapen. Een hele week van huis, zonder mijn moeder, dat kan ik echt niet. Lars! Goed nieuws, jongen. Je kan gewoon mee. Echt? Ja, de school regelt de ouderbijdrage, dus je kan je koffers gaan pakken. Ja. Is leuk, toch? Ja, leuk. Ja. Nou, zonder jou zou het ook niet hetzelfde zijn, hè? Kan het? Blijkbaar. Nou, let's go, hoor. Als ik meega op kamp, dan komt iedereen erachter dat ik maar 1 broek en 2 shirts heb. Nou, ik zou zeker even mee naar de huisarts gaan. Ja. Ja, mam, ze is er. Ik bel je zo nog even dat ik thuis ben, oké? Okay? Doeg. Hey. Oma? Ja, ze is een beetje ziek. Vandaar. Wat? Ja, ik voel me echt best wel slecht. En ik ben gisteren nog bij haar geweest. Ze heeft me vast aangestoken. Zie je wel? Lekker dan, oma. Oma heeft gordelroos, geen griep. Ik ga jou niet ziek melden. Wat? Je hoorde me wel. Ja, maar ik ben ziek. Je bent niet ziek, jij wil niet op kamp. Ik haat musicals. Dat is niet waar. Je loopt thuis de hele tijd te zingen. Jij gaat spijt krijgen als je niet meegaat. Weet je nog dat schoolreisje de vorige keer? Ja, maar dit duurt een hele week, mam. Dat is echt wel iets anders dan een schoolreisje. En het is voor jou toch ook veel gezelliger als ik thuis blijf? Maak je over mij nou maar geen zorgen. Ik heb oma. Ja, en ik heb niks. Jij hebt een hele klas. Hé, hey, ik weet dat je het spannend vindt. Je bent nog nooit langer dan 2 dagen van huis geweest. Maar dit is goed voor jou. Goed voor jou en voor mij. Hoezo ook goed voor jou? Nou, volgend jaar ga jij naar de middelbare school en misschien hebben ze daar ook al een kamp. Ja, maar dat duurt nog wel even hoor. Dat weet ik. Ik ga jou ook missen. Maar die paar dagen zijn toch niet zo lang. Dit kunnen wij. En als het niet lukt, dan... Dan wat? Dan niks. Dit gaat ons lukken, toch? Haley en ik hebben een hele sterke band samen. Die is nog sterker geworden toen haar oudere broer verongelukte. Haley weet daar niks meer van. Die was nog zo klein. Maar sinds dat verlies ben ik veel voorzichtiger geworden. Elias is 3 weken geleden 16 geworden en ik ben pas 12, maar ik voel me wel 15. En Elias denkt ook dat ik 15 ben. Ik heb iets voor je. Hoodie. Wilde je toch? Dan ga ik naar jou. Wat lief. Elias denkt dat ik al op de middelbare school zit en ik ga hem echt niet vertellen dat dat niet zo is.
ga je missen. Ik jou ook. Maar ik heb je echt de hele tijd. Ik hoop het. Ivy en ik zijn al een tijdje samen. Ik vind Ivy echt zo lief. Ze gaat alleen binnenkort met school op excursie. Echt balen. Het is vroeg in de ochtend en alle leerlingen verzamelen zich op school. Vandaag vertrekken ze dan eindelijk naar het musicalkamp. Oh, ik heb er echt zoveel zin in. Maar zeker is het wel mooi. Hebben jullie er ook zin in? Ja, zeker. Wow, deze weegt echt helemaal niks. Echt als het je mee gaat. Ik heb mijn hoofdkussen ingepakt. Niet omdat ik hem daar nodig heb, maar zo lijkt het tenminste nog of ik veel kleren mee heb. Is het Elias? Hij mist me nu al. Klaar voor? Hoi lieve volgers, het is zover. Tijd voor vertrek. Hebben jullie er zin in? Ja! We gaan zo meteen de bus in, dus dan zie ik jullie zo. Ik voel me echt niet lekker, mam. Ik heb een stripje paracetamol in je toilet gedaan. Zet je tas maar bij de rest. We zijn compleet. Yeah! Ja, we kunnen gaan. Pakken jullie de kar? Ja. Ja, van de spanning, maar dat viel gelukkig heel erg mee. Jongens, we zijn er! We zijn er! Ook benieuwd naar hoe het hier uitziet? Kijk dan morgen weer. Tot dan! Welkom op het musicalkamp. Ik hoop dat jullie er allemaal heel veel zin in hebben. Ja! Nou, dat is mooi, want we hebben slechts een krappe week om van jullie professionele musicalacteurs te maken. Dus ik zou zeggen, zet die spullen heel snel weg, want vanmiddag al beginnen we met de eerste repetitie. Oh, oké, jongens, de slaapkamers zijn die kant op. Oké, ik ga lopen. Elias wil foto's van mijn klas zien, maar dan ziet hij meteen dat ik nog op de basisschool zit. Volgende keer in de Eindmusical. Hoi. Hey, met mij. Kun je bellen? Heel eventjes. We gaan zo weer op excursie. Door een saaie stad lopen en geschiedenisles krijgen. Sorry, sorry. Je bent te laat, Noah. Ik moest nog wat doen. Oké, deze week hebben wij met z'n allen maar 3 dingen te doen. Repeteren en... Repeteren. Ik ben onweerstaanbaar. Ik ben er even niet. Spreek een bericht in na de piep. Mam, je zou me toch bellen? Wij willen eigenlijk even met jou praten, Noah. Kijk, wil jij echt een hoofdrol? Een hoofdrol? Mm-hmm.